Hallo, ik ben Anouk. Ik loop stage bij Local to Local en de aankomende maanden ga ik op zoek naar waar Local to Local voor staat. Vandaag ben ik bij Bakkerij van Ekeren en heb ik een interview met Kees van Ekeren. Kan je jezelf voorstellen en wat vertellen over de geschiedenis van de bakkerij? Ja, natuurlijk kan ik dat. Kees van Ekeren, van Bakkerij van Ekeren. De vijfde generatie sinds 1879 die eigenlijk het bakkersbloed nog steeds in zich heeft. Ik doe het samen met mijn oom momenteel. Samen proberen wij in de regio gewoon iedereen te voorzien van verschrikkelijk lekker brood waar een stukje enthousiasme aan zit. De bakkerij, wat ik al zei, is 136 jaar oud. Ja, het is beladen met gigantisch veel van vroeger en nu. Dus ook de kennis van vroeger zit er nog steeds op in. En waarin onderscheidt deze bakker zich van andere bakkers? Ja, we proberen toen altijd nog wel een klein beetje het vak hoog in het vaandel te houden. Dus gewoon ervoor te zorgen dat de basis van het brood ook het basis blijft. Dus niet met allerlei vervelende middelen erin of E-nummers om in ieder geval het proces maar te beïnvloeden om er steeds sneller en steeds meer brood te willen maken. Nee, we zorgen er gewoon voor dat het brood gewoon eerlijk blijft. Het is ook een karakteristiek van ons brood. Het brood is niet altijd hetzelfde. Het is en blijft een natuurproduct. Als het buiten warmer is en buiten die kouder is, je ziet de verschillen die in het brood terugkomen. Het brood leeft. Dus ja, waar onderscheiden wij ons? Ja, het is heel simpel. Wij zorgen er nog steeds elke nacht voor dat het brood vers gebakken wordt. Ten opzichte van een hele hoop collega-bakkers. Het is ook de brood, wordt, laten we zeggen, de nacht voordat het uitgeleverd wordt gebakken. Er zijn ook zat mensen die de nacht zeggen van, ons brood wordt s'nachts gebakken. Alleen er wordt niet bij gezegd welke nacht. Bij ons kan je tot 4:30 smiddags gewoon bestellen en dan gaat het hele proces pas draaien. Dus probeer maar een vakgroep, een vakidioot te vinden, die, laat maar zeggen, in zo'n kort tijdstip van niets iets maakt. Oké, en waarom hebben jullie gekozen om samen te werken met Local to Local? Nou, ik vind het gewoon heel belangrijk, omdat wij zijn de enige twee, of de enige bakker nog in de regio Utrecht, die na 5 generaties bestaan. En ik heb zelf 3 kleine kinderen. Ik kom graag zelf in de achterbuurt van Houten, haal ik mijn eitjes, ik haal de appels of ik haal eens een keer een tomaat of dat soort dingen. En ik vind het leuk dat de kinderen weten dat het product niet gemaakt wordt in de supermarkt, maar echt nog gewoon op bij de boer of bij de kippenboer of, laat maar zeggen, de kaas bij de kaasboer. Daar zie je gewoon waar het gemaakt wordt. Dat vind ik veel belangrijker, want de meeste kinderen weten niet meer waar melk vandaan komt. Ze zien wel een koe in de wei lopen, maar hoe het helemaal uit zo'n koe komt, weten ze totaal niet meer. Dat is helemaal weg. Ieder met de appeltjes. Appeltjes groeien toch in de supermarkt? Nee, die groeien daar in de boom. En dan haal ik een kist appels in het gooien. Nou, en zo vind ik namelijk, zeggen met Local to Local, ja, dan kom je toch weer bij de basis waar het eigenlijk ooit vroeger begonnen is. Ja? Dat is eigenlijk voor mij de samenwerking met Local to Local. Oké, dankjewel.